Almere buiten. Go, we moeten door. Rechtdoor, rechtdoor. Wow, ze hebben Pampus gewoon meteen overgeslagen. Ze zijn al bijna aanval. Ze zijn al wel. Ze zitten... ze zijn bij Pampushaven. Hier, het is 18 minuutjes rijden. Super lief, dankjewel. Graag gedaan. Ze hosselt er gewoon heen. Hallo meneer, wij doen mee aan een televisieprogramma. Zou u ons misschien naar Amsterdam kunnen brengen? Ja, maar dit is mijn auto. Naar een machinestation ergens? Snap me niet. Top, ja, hij wil ons brengen. Oh, top. Oh, dit is helemaal te gek. Goedemiddag. Goedemiddag. Terwijl OJ het vervoer hosselt, draait het meesterbrein van Ruud op volle toeren. We moeten naar Hilversum, naar het Mediapark. We gaan naar Radio 2 en dan gaan we gewoon zeggen, dat is de bom. Strak plan, want dit zien de jongens vast niet aankomen. Toch, boys? Hallo? Jongens, let nou op. Zaken ze ons? Nee, ze hebben ons niet gezien. Mijn god. Wat zijn zij snel geweest dan. Maar we zijn echt gewoon, dat was het schild en haar letterlijk. Oh. We zijn er langs gereden! Kijk, wow! Ze zaten in de auto! Ja, gek! Ze hebben gelegen! Ze zijn langs ons gereden! Holy shit! En ze zitten echt helemaal niet ver van ons vandaan. Nu weten ze dat ze dus niet in Almere zijn. Nu gaan ze omdraaien en ze zijn heel dicht bij ons. Oh shit. Oh, waar gaan ze heen? Oh, ze zitten heel dichtbij. Ze zitten hier ergens voor ons. Ze zitten 2 minuten achter. Maar dit is top. Lekker jongens, kom op. Hey, lijf lekker dit. Shit, ja, wat gaan ze nu doen? Nu gaan ze naar Amsterdam, toch? Waar wil jij heen? Hilversum, ja, hè? We zijn op een kruising, dus we kunnen alle kanten op. Ja, maar ze zitten letterlijk achter ons. Nee, weet ik. Maar ze weten niet of wij de snelweg naar Hilversum gaan. Zij denken Amsterdam, dus Hilversum is juist heel slim. De ideale plek om de ultieme troef in te zetten. De offline button. Als ze hem nu uitzetten, weten ze niet of we naar Amsterdam of Hilversum zijn. En dan gaan zij naar Amsterdam. Geloof mij maar. Ik vind het wel echt heel slim. Offline, denk ik. We zijn offline, ouwe. Ik schrik me. Dit is echt. Hoezo zijn we offline? Dan hebben ze ons gezien. Ze proberen ons te piepelen. We hebben ze door. Ja, we gaan nu richting Lelystad. Zij denken nu dat wij richting Amsterdam gaan. Dat hebben ze afgewacht. En nu is offline button, gaan ze volle gas de andere kant. Oh, ik vind het zo spannend, jongen. Niet normaal. Mogen jij hier eraf en neer? En dan is daar een benzinestation. En als we daar uit mogen... Dankjewel. Okay. Ja, het voelt voor mij een beetje raar om richting Lelystad te rijden. Want ja... Is ook raar. We gaan richting Flevoland, daar is niks. Maar ja, als we zo helemaal mis hebben, dan kan je hem opvegen. Nou, begin maar met vegen dan. Want Ruud en OJ staan midden in het gooi. En jullie rijden steeds verder van ze weg. Oh, dit is een verschrikkelijk volk. Ja. Deze mensen uit het gooi, daar kan je niks mee. En als jullie dan ook nog eens een afslag missen vlak voordat de locatie binnenkomt... Voor de zekerheid deze afslag. Ik zou er hier gewoon doorrijden. Nee, ik zou er hier afgaan. Anders kunnen we echt niet meer keren, Steve. Ja, we zijn weer online. Let's go. Waar zijn ze? Lelystad, alsjeblieft. Oh! Ja, die komt wel even binnen. Oh, nee. Hoe lang is het rijden? 41 minuten. Nee! We moeten nu 16 kilometer doorrijden. Sorry. Ja. We kunnen achterin zitten. Oh, top. Kunt u ons misschien droppen bij het Mediapark, bij dat grote parkeerterrein? Ja, is goed. Ja? Oh, top. Super lief. Ja, we kijken het altijd. Fantastisch. Oh, okay. Wij moeten bij de NPO zijn. Oh ja. Dus alles in de buurt is zeggen. En we mogen maar uiterlijk 20 minuten. Oké. Okay. Dit is top. Ja. Ik wil heel eventjes één ding benadrukken, jongens. Het was zo sneu. Jullie reden echt gewoon langs ons heen. Jammer dat ze niet goed hebben gekeken, hè? Want we waren gewoon... Ja, ik keek hem aan zelfs. Ja, ik denk dat we misschien... jullie konden ons bijna aanraken. Echt fucked up is dit. We krijgen over 5 minuten weer een nieuwe locatie. Ja, we moeten gaan rijden. We zitten de komende 60 kilometer zitten nog fout. Ah, ik ben echt even een strontjak rijden. Maar ja, ik ook. Ja, dit was een domme beslissing van ons. Ik heb echt een dikke error in mijn kop. Goed, snel je hoofd weer leegmaken, Giel. Oh, wow. Want het ziet eruit dat Ruud en OJ een hoop tijd gaan verspillen met een geintje. Denk je dat ze je herkennen zo? Ik zal de jongens even aanmelden, zodat ze gelijk naar boven kunnen. Hoe laat moet Ruud altijd radio maken? Ja, wild in de middag, toch? Dat is nu middag. Ja, worden we nou echt... Ja? Gaat hij nu live op de radio? Ja, ik ben op de vlucht, maar die jongens kunnen me toch niet pakken. Dan word ik echt genaaid. Ho, naar binnen mag niet, hè? Wij gaan naar Radio 2, maar zij moeten wel door kunnen lopen. Wil je ze aanmelden? Dankjewel, hè. Oké, op deze manier mag het. Voor 1 keer. Nou, kom maar op, alsjeblieft. Nieuwe locatie, kom op. Laat ze deze kant op komen, een beetje. Ze zijn in het Mediapark! Ze zijn in het Mediapark, hij gaat gewoon een show presteren. Hij gaat gewoon een show presteren! Dit weet je niet. Hij is gewoon in het Mediapark! Nee, houd toch op! Jawel, man!